En dan gaan we verder met game. Eerste level van Bullet-Terran Palace. Huge stone castle in the heart of the northern kingdom of Boletaria. Hungry soldiers whose souls have been stolen by demons attack trespassers and terrible dragons nest there. Dragons. En het is geen Skyrim. Dat je niet met draakjes kan worstelen en zo. Ze eten je op. Goed. Oops. En dat is zijn op ontbijt nog maar. Oké, hier bij de poort is er shiny grass. Er zijn verschillende soorten grass. Crescent hield niet zo best. The effect of moon herbs changes according to the condition they're in. Crescent moon herbs are picked when they are very young. Dus die healen dus voor maar een paar voor minder HP. Half moon voor meer. Late moon voor nog meer. En je hebt nog een paar andere soorten. Die healen dus nog meer. Pas in latere stages van de game natuurlijk. Crest moon, whoops. Er is een bonus area hier. Alleen kan je pas naartoe als je in pure white tendency bent of pure black tendency. Dat is een systeem wat eigenlijk kut is in offline mode, dus. In online mode is het makkelijker te bereiken dan in offline. Maar ik ga proberen of ik wel eerst in pure white kan doen. Zodat ik het kan laten zien wat het is. Dood. Ah. Oké, nou. Dat is dicht.
kunnen we in. Die poort moeten we openen. Ingekant is hier. Mijn grass. Uitkijken voor de archer. En voor het gapende gat daar. Waar als je... Dan springen ze erin en gaan ze dood. Half moon grass. En hier aan de rechterkant is een dragling. Oeh. Ik wilde zeggen aan de andere kant van de kamer ook, maar ik was al te laat. Donker is er nog een. En dit zijn firebombs, geloof ik. En de firebombs bewaar ik. Maar je kan ze beter voor iets anders gebruiken dan deze cards. Zoals vijanden die zwak zijn voor vuur. Ja, zijn alle vijanden wel een beetje zwak voor vuur, alleen... Dit zijn maar standaard vijanden. Nog soldier soul. Millbreaker. Ja, dat ik dus. Maar het is niet zo effectief wapen. Motherfucker. Zo. Ja, deze guards houden van hun firebombs. Maar ik heb niet zo'n goed schild, dus dan gaat het er dwars doorheen. Even kijken hoor, om het te laten zien. Wooden shield. Damage reduction is 180, dus niet 100. En als er staat 100, dan blokt je alles, zeg maar. Card break reduction. Nou ja, het is dus geen al te best schild. Nee. Niet altijd de beste plek om vast te zitten tussen die twee. Strong attack. Oh!
Fuck. Dat was niet de bedoeling. Ik wilde naar die shiny toe. Oh. Is toch een voordeel dat ik naar beneden viel. Dus deze kant. En dat is Half Moon Grass. Oké, zoals je net al had kunnen zien, denk ik, is daar een trap. Een boulder trap. Het wordt pas getriggerd als je halverwege op de trap bent, dus. Wee. En dan kan je bij de beste soort. En dan mag je weer naar boven. Oeps. Fuck. Eerst deze eventjes doden. Oh, shit. Oké, in here. Backstab. Dan weet ik niet hoeveel dat. Of. Dood. Foongrass. Eigenlijk moet je altijd de boosjes eerst doen. Die vormen echt de grootste bedreiging. Altijd. Zoals in elke RPG eigenlijk. Altijd eerst de boosschutters en de magiërs. Ugh. Die zullen omdraaien. Oké. In deze area is eigenlijk waar je later voor terug moet komen. Ook al is het in het begin level. Maar dat is een Black Knight. En die vermoord je in één hit als je niet uitkijkt. Dus daar komen we later voor terug. Ik zou hem misschien nu wel kunnen doden, maar ik neem het risico niet. Even kijken hoor. Hier kun je nog naar beneden. Daar is shiny. Altijd kijken voor de fall damage. Light crossbow en bolt. Even kijken voor. Mooi. Even kijken hoor. Zo op de trap. Weer de weg naar boven. En aan deze kant. Kun je gaan om een shortcut open te maken. Dat zijn kruidvaten, dus ze kunnen zichzelf opblazen.
chemicals. Of tot een dood springen. Zijn heel te slim. Oké, dit. Hier hangen twee lichamen. Als je dan de ketens los snijdt, val je lichaam naar beneden. En als je beneden bent, kan je ze looten. Fuck. Oh. Als je gedood bent, weer helemaal overnieuw. Ik moet hem bij de schild hebben. Dat glinsterende daar, dat witte, dat is een Crystal Lizard. Ze zijn heel belangrijk in het spel. Dus ze rennen voor je weg als je dichtbij komt. Ze hebben upgrade stones voor je. Als je ze kan grijpen, in ieder geval. Dat zijn de lichamen die we hebben losgesneden. Old wrecked ropes en old spiced. Dat is voor mana. Voor de spells. Hup. Braaf. Oeh. Het zou even zuur zijn als we in dat gat zouden donderen. Zo. Nog een grass. Oef. Ik hou niet van al die... Oh my... Look on. Oh, it's shiny. Weer een grass.
mooi. Dood. Mace traps zijn maar eenmalig. Gelukkig. Woep. En kijk voor de arches daarachter. Shiny half moon grass. Oh shit. Nee. Grass. Niet over de... Nou ja. Hij is dood. Dat is wat telt. Hey, je hoort jezelf op te blazen. Kom op. Zijn ze nog sneller... Slimmer dan ik dacht. Dus... Die viel volgens mij... Ja. Daar is mijn... Soulsteen. Soulsteen. Bloodsteen. Natuurlijk. Nu heb ik mijn oude souls weer terug. Yay! En moet ik weer uitkijken. Fuck! Goed. En gras. Oh, zo mooi. Shortcut. Dit is een heel belangrijke ring. Dat ik voetstappen hoorde. Maar ja. Dus hier. Je hebt twee ringslots. Dat is heel handig. Lose less HP when in soul form. A mysterious ring forged in the shape of an eye. A character loses less HP after becoming a soul. En wat dat betekent. Die krijgt meer HP. Yeah. Dat is dus de eerste shortcut. Dan ga ik terug naar de Foggate, waar we net voorbij zijn gegaan. En daar stop ik de video, denk ik. Ja, het heeft lang genoeg geduurd.